Adolf Hitler als gastheer van de Olympische Spelen in een land vol hakenkruisvlaggen waar de Hitlergroet de normaalste zaak van de wereld is. Het klinkt als een foute grap, maar het is echt gebeurd. Terwijl de Tweede Wereldoorlog al in de lucht hing, reisden atleten van over de hele wereld naar Berlijn voor de Olympische Spelen van 1936, beter bekend als de Nazi Games. De Spelen van Berlijn. Jetsen over dit spoor. Roosendaal is niet slecht. Roosendaal loopt op de derde plaats nog. Het wordt een hevige strijd. Goal voor Ada. En een risico kan met Jetsen. Rentebrink tegen de paal. Esa paz que todos deseamos. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog staat Duitsland al bekend als het land van dictatuur, censuur en discriminatie. Niet zo gek, want dictator Hitler is sinds 1933 aan de macht. En toch stuurt Nederland een record aantal deelnemers naar Berlijn. Een hele club ging erheen. En daar trok je niks aan, je was geen politicus. Je moest wat presteren. En verder zou het wel terechtkomen. Wat onze zorgen niet. Wat wist ik nou van Hitler? Wat wist ik daar nou van? Toch helemaal niemand met mij, hoor. Niemand met mij. Kijk, achteraf zeg je dat, weet je wel. Nou komen al die verhalen die komen los en daar word ik wel eens misselijk van. Want kijk, ze hadden toen die verhalen op moeten, maar toen wisten ze het helemaal niet. De Amerikaan Jesse Owens wordt met 4 gouden medailles de koning van de Spelen. Een zwarte atleet. Dat frustreert Hitler, maar daar komen we zo op terug. De koningin wordt de Nederlandse zwemster Rie Mastenbroek. Ze wint 3 keer goud en 1 keer zilver. Mastenbroek beweert dus dat er in die tijd weinig bekend is over het fascistische en gewelddadige regime. Maar dat klopt niet. Nederlandse kranten staan vol met spotprenten en verhalen over het geweld tegen Joden, Roma en Sinti. En in Amsterdam is er de tentoonstelling Dood, afkorting van de Olympiade onder dictatuur. De Turnbond en de Krachtsportbond met veel Joodse leden besluiten niet te gaan. Net als de Joodse bokser Ben Bril. In 34 is een ploeg uit Amsterdam gegaan naar Berlijn. En toen ik dat regime heb gezien, wat er te koop was, de ramen. Met hakenkruis erop, stuk geslagen, Joden en raus. Toen heb ik gezegd, van dit keer en nooit meer, zolang dat regime blijft, ga ik naar Duitsland. 35 ben ik wereldkampioen geworden, 36 was ik weer kampioen van Nederland. En toen kreeg ik de uitnodiging, via het Olympisch Comité dan, via mijn bond, om mee te doen naar de Olympiade in 1936. Toen heb ik gezegd, heer, u wordt bedankt, ik ga niet naar het fascistische land toe. En ook een aantal niet-Joodse sporters wil geen onderdeel zijn van Hitlers propaganda. In 1936 weigerde u mee te gaan. Waarom? Om politieke redenen. Ik wist wat er te gebeuren stond in Duitsland. Ik had het gevolgd door de progressieve pers. Ik wist precies wat aan de hand was. En uit protest van de toestanden daar heb ik te kennen gegeven aan de KNU dat ik niet naar Berlijn zou gaan. Ik wist dat de Joden in Duitsland niet mee mochten doen. Ja. Dus het was eigenlijk een principiële kwestie. Ja. Dat de andere atleten uitgesloten worden, dat was voor mij de hele Olympische gedachte. Tuurlijk. Wat atlete Tolien Schuurman hier zegt, klopt niet helemaal. Het Internationaal Olympisch Comité maakt zich grote zorgen over het racisme en antisemitisme. En de Amerikanen dreigen met een boycott. Daarom staat Hitler met tegenzin de deelname van Joden toe. Nazi-Duitsland vraagt zelfs aan de gevluchte Joodse Helene Meyer of ze mee wil doen. Ze wint zilver. Om haar familie niet in de problemen te brengen, doet ze bij de huldiging de Hitlergroet. Ondertussen is alles in Berlijn erop gericht het land en het regime zo vredelievend mogelijk aan de wereld te tonen. De bordjes voor Joden verboden zijn voor even verdwenen. Eerder verbannen buitenlandse kranten, tijdschriften en boeken liggen weer in de etalages. En de door de nazi's gehate jazz knalt uit de cafés. De straten, de huizen hadden een verfje gekregen. Men had de sloppenwijken opgeknapt. Bepaalde etablissementen had men opgeruimd. De rosse buurt bedoelt u? Ja, de rosse buurt min of meer. En het was een stad waar wij ons absoluut thuis voelden.
We werden welkom geheten door de bevolking. Ik moet zeggen, dat was allerhartelijkst. Mijn jonge kameraden, die 4,5 miljoenen stad Berlin hat zich in grün en vlaggen geschmückt. En dat ganze deutsche Volk erwartet met Freude en Spannung den Beginn der Olympischen Spiele. In diesem Sinne grüßen wir Jungen die Flamme, die da kommt mit dem Spruch: Heilige Flamme, glüh, glüh und verlösche sie. Die Opening, dat was allemaal gigantisch. En laat er nou maar één zeggen die er geweest is. Nou, dat is helemaal niet waar. Want het was een sprookjesploeg die daar uit die tunnel kwam. Dat was de Duitse ploeg, die waren helemaal in het wit. Helemaal in het wit. Maar er zijn ook Nederlandse deelnemers die minder genieten van de opening en het sprookje dat hen wordt voorgehouden. Jaap van der Pol bijvoorbeeld. De speerwerper is goed op de hoogte van wat er in Duitsland speelt en hij twijfelde vooraf of hij wel naar Berlijn moest gaan. Maar Van der Pol gelooft in het idee dat de sport verbroedert. Eenmaal daar krijgt hij spijt. Je hebt daar aan het eind van het stadion heb je een opgaande trap van buiten en een afdalende trap naar binnen toe. Hij komt bij de buitenste trap, komt hij het stadion binnen, alleen met een aantal functionarissen een paar passen achter hem. En dan staat hij daar dus op dat plateau, staat hij pontificaal. En dan krijg je dus die groet van die geweldige menigte in het stadion van Heil Hitler. Nou, dat heeft mij een ontzettende indruk op mij gemaakt. In de zin van, ik heb dat ondervonden alsof het een beest is, dat hele publiek. Met die eenheid en met die geweldige kreet en met die arm omhoog. Vond ik verschrikkelijk. Daar ben je echt bang van. Ik verkunde die Spiele van Berlin. Zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung. Als eröffnet. Hitler heeft maar weinig met sport, maar hij ziet de Spelen als dé kans om de nazi-ideologie te verspreiden. En daar horen ook medailles bij voor het in zijn ogen superieure Arische ras. Gespierde mannen en vrouwen met blond haar en blauwe ogen. Zijn plan slaagt gedeeltelijk. Duitsland is met 89 medailles veruit het succesvolste land, maar bij atletiek, de moeder aller sporten, winnen veel zwarte atleten. Tot grote ergernis van Hitler. De witte Nederlander Tinus Oosendarp redt de eer nog een beetje. Op de 100 en 200 meter wint hij brons. Hitler en zijn foute vrienden noemen hem trots de snelste blanke ter wereld. Reeds zitten ze gehurkt voor de start. Met één is het goed. Laat kijken. Met Kalvis. Jesse Owens is voor. Oosendarp is niet slecht. Oosendarp loopt op de derde plaats nog. Oosendarp heeft de derde plaats. Jesse Owens. Twee Metcalf, de beide negers en op de derde plaats een juichende Oosendarp. Na de Spelen sluit Oosendarp zich aan bij de nazi's en wordt een beruchte SS'er. Brons dus voor Oosendarp, maar het goud gaat naar Jesse Owens, die niet op felicitaties van Hitler hoeft te rekenen. De dictator weigert zwarte atleten de hand te schudden, zelfs de ster van de Spelen. Owens zegt daar jaren later over: ik was niet naar Berlijn gekomen om handen te schudden met Hitler. Ik was er om hard te lopen. En dat heb ik gedaan. Het feit dat hij dus niet door Hitler gefeliciteerd werd, waar kwam dus ook heel duidelijk naar voren wat het nationaal socialisme eigenlijk betekent. Alleen al door dat gebaar.
Achter winnaar Owens wordt de Duitse Lus Long tweede bij het verspringen. De twee kunnen het bijzonder goed met elkaar vinden en blijven vrienden voor het leven. Maar waren de Spelen van 1936 nou geslaagd in de ogen van Hitler? Hebben ze Nazi-Duitsland een positiever imago gegeven? Wie vlak na de Spelen de New York Times las, dacht van wel. Duitsland heeft zich getoond als het meest vredelievende, onmilitaristische, gastvrije en verdraagzame land van Europa. Tja. Dit was de laatste aflevering in onze serie Omstreden Toernooien. Bekijk de andere vier op ons YouTube-kanaal en vergeet dan ook niet te liken en te abonneren. Tot later!